Ik heb mijn laptop verbonden met een HDMI-kabel aan het scherm. Die wordt weergegeven. Tip 4 gaat over de bevriesfunctie. Via het menu kan ik kiezen voor de sneeuwvlok. Rechtsboven in beeld zie je ook de sneeuwvlok verschijnen. Het beeld is nu bevroren. Ik kies nu wat anders. Ik kan nu wat anders op mijn laptop gaan doen, terwijl de klas nog dit scherm ziet. Ik kan hem er eenvoudig vanaf halen en hij komt weer terug daar waar ik de laptop heb laten staan. Op deze manier kan ik de klas bijvoorbeeld de opdracht in beeld laten staan en ik kan op mijn eigen laptop kan ik toch nog wat anders doen.